Altcoins. Wat zijn altcoins? Online currency. Altcoin. Dus iets met een toetsenbord en een munt. Een snelle cash grab of een lange termijn investering. In deze driedelige miniserie gaan we dieper in op het fenomeen altcoins. We bezoeken bekende YouTubers die altcoins gebruiken. We vragen naar de mening van verschillende crypto-experts. En ik ga zelf handelen in altcoins. Ik weet niet of ik het wil. Ik weet niet of de stress aan kan, maar we gaan er allemaal achter komen in deze serie. Bij Day One hebben wij het natuurlijk gehad over edelmetalen, zoals goud en zilver. Dit is trouwens gewoon wodka, maak je maar niet druk. We hebben het gehad over Pokémon-kaarten. En natuurlijk hebben we de Bitcoin uitvoerig besproken. Maar deze keer gaan wij het hebben in deze driedelige serie over altcoins. In aflevering 1 ga ik jullie precies vertellen wat een altcoin is en wat je ermee kan. In aflevering 2 gaan wij op bezoek bij bekende YouTubers die traden in altcoins. En in aflevering 3 ga ik swing traden. Ja, ik moet er echt aan geloven. Oh, jongens, wens me geluk, want het gaan 3 zware afleveringen worden. Maar we gaan eerst eens even kijken of de mensen thuis wel weten wat een altcoin is. Want we zijn de straat op gegaan. Als ik zeg altcoins, dan zeg jij? Geen idee. Ik heb geen idee. Geen idee. Weet ik niet. Kun je dat drinken? Een oud collie. Dat is een hond. Ik denk iets als bitcoin-achtige dingen, maar... Zou je ermee kunnen betalen? Nee. Als ik zeg Ethereum. Ethereum. Als ik zeg Solana en Ethereum, dan zegt u? Fotomodel. Fotomodel komt in de buurt. Als ik zou zeggen de Ethereum-prijs is nu $3000, wat zeg jij dan? Dat ze niet meer met dollars werken. Toch? Kan ik jou deze Ethereum overhandigen? Is dit dan een echte Ethereum of niet? Het ziet er echt uit. Als ik zeg altcoin, wat zegt u dan? Scoren ween en brood. Brood? Dus, nee. Nee. Nee, het is geen altcoin. Altcoins zijn? Vuilnisbakken. Ciao. En gas. Altcoin, dus iets met een toetsenbord en een munt. Als ik denk aan alt, denk ik aan het toetsenbord. Ik weet het, maar ik kan hem even niet bedenken in mijn hoofd. Dat is een meme coin op de cryptocurrency markt. Ja, Shiba Inu, Dogecoin. En als ik dan zeg dat dit een Ethereum is en dat die meer dan $3000 waard is, wat zeg jij dan? Geloof ik niet in. Waarom niet dan? Ik geloof niet in sprookjes. Altcoins, wat zijn altcoins? Online currency, iets in die richting. Als u zou mogen gokken wat een Ethereum doet, wat zou u dan zeggen? Van weinig geld meer maken, denk ik. Ja, gewoon online metaalmethode of iets. Of iets met bitcoins. Ik heb echt geen idee. Het is alles behalve bitcoin eigenlijk. Oh. Ja, ik weet ook niet wat bitcoin is. Nee. Iets met van die online mijnen. Ja. Als ik zeg altcoins, wat zegt u dan? Perfect. Bitcoin, Ethereum, Solana. Ja, ik handel. Wat een fantastisch antwoord. Waarom handelt u dan? Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ik heb winst. Ik maak winst. Dus het is perfect. Dan bent u ook niet gek. Als ik zeg dit is één Ethereum, dan zegt u? Ja, het is digitaal, dus dat kan niet. Maar goed, het is leuk. Ja, ik wil hem wel hebben. Ik ben 4 jaar geleden al begonnen. Onder andere met Seek VR en nou meer dat soort dingen. Dus wat al te maken heeft met dat hele gebeuren wat je nu met Meta ziet en zo. Weet je wel? Dat is de eerste. En fantastisch. Zelfs Meta kwam eruit. Wauw. Als ik zeg Ethereum en Solana. Weet ik niet. Ik weet niet, man. What the fuck? Wie zijn dat? Fuck de avondklok. Nou, dat was echt een perfect antwoord. En als ik zeg altcoins? Coins, weet ik veel. Munten of zo? Nee, behoudens die ene mevrouw is de kennis over het begrip altcoins niet aanwezig bij de meerderheid van de mensen op straat. Maar wat zijn altcoins dan wel? Het antwoord in de simpele vorm, elke cryptocurrency of token op de markt, behalve bitcoin, is dus een altcoin. De koers van altcoins is nauw verbonden met die van bitcoin. Een dip of een piek van de laatst genoemde zal daarom veel effect hebben op de koers van altcoins. De markt heeft simpel gezegd 2 benamingen. Een bull en een bear market. Tijdens een bull market is er veel vertrouwen op de markt, wat gepaard gaat met stijgingen in de koers. Een bear market zorgt dus voor het tegenovergestelde.
De laatste jaren schieten er nieuwe altcoin projecten als paddenstoelen uit de grond. Een wijd spectrum van bekende coins. Zoals Solana, Ethereum, Cardano en de wat meer controversiële coins als Dogecoin en Shiba Inu. De meeste zijn niet noemenswaardig en zullen ook niet lang overleven. Maar een gedeelte overleeft het wel en zijn meteen ook zeer interessant om te volgen en om dus misschien eventueel wel in te investeren. Bitcoin-enthousiastelingen staan vaak niet positief tegenover altcoins. Daartegenover wordt er ook vaak gesteld dat altcoins een belangrijke rol spelen, ook in de ontwikkeling van Bitcoin. Altcoins brengen namelijk een verhoogde decentralisatie op de markt. Verder kunnen altcoin-projecten nieuwe ontwikkelingen doorvoeren, wat weer een positief effect kan hebben op de gehele cryptomarkt. Een beetje concurrentie is dus helemaal niet slecht. We rijden naar Nijmegen, naar de mannen en vrouwen van Blocks. Daar praten we met Axel, een expert op het gebied van altcoins. Verder bespreekt hij op YouTube dagelijks het laatste crypto-nieuws. Hij kan ons meer uitleggen over het begrip altcoins en wat er voor, maar ook vooral de nadelen zijn. We weten nu de basis, maar waar moet een altcoin aan voldoen? En wat zijn tussen haakjes goede altcoins waar je wat mee zou kunnen? Dat is een goede vraag sowieso, omdat het aanbod inmiddels zo divers is, dat het daar ook des te moeilijker in is geworden eigenlijk om daar in te bepalen wat nou een goede is en wat niet. Hier zie je bijvoorbeeld, om het even kort dit erbij te betrekken, in één oogopslag hoeveel verschillende munten er tegenwoordig bestaan. Duizenden. Sterker nog, 14.762 munten. Dat is het aantal dat nu alleen op deze site wordt bijgehouden. Hoeveel van die bijna 15.000 coins is gewoon crap? Bijna alles, als ik dat zo mag zeggen. Want ja, er komen er zoveel bij. Iedere dag worden er legio nieuwe coins gepresenteerd. Natuurlijk heel veel met een niet per se legitieme idee erachter. Die willen gewoon snel geld verdienen. Ja. Gelukkig zijn er ook een aantal die daar wel bovenuit weten te stijgen. Die echt een product bieden en iets toevoegen ook aan de markt. En dat zijn met name de grotere coins ook om die reden geworden. In ieder geval op dit moment. Natuurlijk zijn er ook altijd nieuwe. Die moeten nog gaan groeien. Maar het zijn er wel veel die nieuwe. Precies. En als we dan over een top 10 mogen praten. Zegt dat ook meteen iets over het feit dat dit solide coins zijn met iets dat al werkt, dat al bestaat? Of? Niet per se. Nee. Er zijn ook munten die bijvoorbeeld door een hype enorm hoog in die ranglijsten terecht gaan komen. Die zelfs een top 10 positie zo af en toe nog weten te bekleden. Dus dat is geen garantie. Maar over het algemeen, zeker als het wat oudere projecten betreft, dan hebben ze zich zodanig bewezen dat ze toch wel met hun reden in die top 10 terecht zijn gekomen. Wat zijn bijvoorbeeld altcoins die zichzelf hebben bewezen? En waarom? Hoe bewijs je dan jezelf? Ja, de goede. Nou ja, het is misschien een beetje saai, maar om daar toch mee te beginnen. Ja. Het is eigenlijk helemaal niet zo saai als dat het misschien in de eerste plaats lijkt. Namelijk Ethereum op nummer 2. Misschien al wat bekender voor de meesten, maar die heeft zich toch wel echt al bewezen. Dat is ook een... Het is ooit begonnen met Bitcoin natuurlijk. Eigenlijk is daarna Ethereum gekomen met een iets andere inslag. Van we gaan niet alleen kijken naar een financieel systeem dat we willen veranderen. Wij willen daar decentraal een soort wereldcomputer gaan creëren. En dat is eigenlijk wat Ethereum heeft gedaan met hun netwerk. Ja. Dus die voegen daar echt iets helemaal nieuws aan toe. Hebben zich daarom ook bewezen. Is nou een jaar of 6, denk ik, echt up and running. Je kan er NFT's mee kopen. Je kan er van alles mee. Dat is het mooie. Het Ethereum netwerk is eigenlijk de basis voor een heel groot deel weer van heel veel van die nieuwe muntjes ook. Ja. Het wordt echt als basislaag gebruikt, zodat niet iedere munt een compleet eigen blockchain hoeft te ontwikkelen. Ah, oké. Okay. Solana. Ja. Dat is een soort van de Ethereum challenger, toch? Een uitdaging, ja. Een uitdaging voor Ethereum in zekere zin. Hebben aanpassingen gemaakt. Zij zeggen van het kan sneller, het kan efficiënter. Wat kan sneller? Het afwerken of het verwerken van transacties bijvoorbeeld. Ah. En het verwerken van smart contracts. Ja. Dat kan sneller en ook goedkoper. Komt vaak op neer op meerdere transacties per seconde kunnen verwerken. En dat is iets waar hun bijvoorbeeld op inzetten. Daarbij hebben ze daarvoor een ander consensusmechaniek ingesteld om ervoor te zorgen dat het ook mogelijk is. Ethereum, Solana gehad. Pak even wat anders tussenuit, een VeChain, want dat is echt weer totaal wat anders, hè? Ja, weer een hele andere toepassing waar zij op inzetten. Ook opgericht door de oud CIO van Louis Vuitton China. Ja. Dus dat geeft al een beetje aan welke hoek ze ingaan. Zij willen de supply chain eigenlijk inzichtelijk maken en controleerbaar maken. Zodat jij kan kijken, is mijn trui echt, is aan mijn schoenen echt, waar komt dit voedselproduct vandaan? Die hele keten moet jij door middel van hun product
in één klap inzichtelijk kunnen maken. Dat je precies terug kan vinden op de blockchain of je schoenen echt zijn, ja, en waar je broodje pasta vandaan komt. Precies. En dat blockchain stuk is belangrijk, want dan is het onveranderlijk. Dus dan weet je zeker dat het klopt. Dus eigenlijk wil elke coin die je hier ziet een gedeelte in de wereld makkelijker, sneller maken door het op de blockchain of digitaal te maken. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Dat onderscheidt misschien ook echt de goede projecten van de minder goede. Die willen we iets gaan toevoegen of iets verbeteren in de huidige wereld. Aha, dus als ik dan bijvoorbeeld, voor zover ik het weet, ik zie een Dogecoin voorbij komen, dat is echt een memecoin. Wat is daar de functie dan van? Van iets wat eigenlijk geen functie heeft. En daar zijn er veel van, hè? Dit is inderdaad zo'n exemplaar. Nou, die staat toch gewoon in de top 10 vandaag de dag. Het is ook begonnen als memecoin, kun je wel zeggen. Ja. Het is als tegenhanger, het is een afsplitsing geweest van Litecoin, van de tweede munt eigenlijk na Bitcoin destijds. Ja. Is ook heel lang met name gebruikt om bijvoorbeeld online te tippen, om hele kleine transacties mee te doen. Het kostte niks, er was een unlimited supply. Het was meer bedoeld als een hele gemakkelijke grap misschien wel. Overigens, uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen. Het heeft in de jaren dat het bestaat meerdere keren al flinke pumps gezien. Ja. En recent is dat heel hard gegaan. Dat hij zelfs even de 70 dollar cent per stuk heeft aangetikt. Holy shit. Ja, dan zie je dat ook zo'n munt met in de basis misschien niet direct een echte wereldverbeterende functie toch iets kan gaan toevoegen uiteindelijk. En die zijn ook heel gevaarlijk. Die zijn wel heel gevaarlijk, ja. Daar moet je echt mee oppassen. Ja, omdat er daar ook minder waarde, om het zo maar te zeggen, achter hangt. Er zit niet per se een heel goed idee achter of iets dergelijks. Nee. Dus het is heel volatiel. Het kan heel snel omhoog, betekent vaak dat het ook weer heel snel omlaag gaat. Dus het is niet direct gemaakt om bijvoorbeeld een transactie sneller te laten gaan. Of een contract ertussenuit. Of iemand die een contract voor jou moet opmaken ertussenuit te halen. Nee, nee. Nou, het zou iets kunnen toevoegen in een snelle en goedkope transactie. Dat dan wel. Maar uiteindelijk dan gaat het een beetje zijn eigen leven leiden. En dat het juist de functie memecoin eigenlijk de USP wordt van zo'n product op dat moment. Wauw, oké. En dan, ik hoor ook veel over XRP, maar daar heb ik dit jaar, en die staat toch in de top 10. Dat is een grote. En die heeft dit jaar ook toch wel wat dingen meegemaakt. Ja, zeker. Ja, XRP is ook weer een verhaal apart. Want als je nou een echte crypto-liefhebber gaat vragen, dan zal die zeggen, ja, dat is geen crypto. Dat komt, XRP is eigenlijk de munt. Dat wordt weer gebruikt op RippleNet. Maar dat is eigenlijk een bedrijf met een winstoogmerk die dat betaalsysteem in de lucht houdt. Maar, ondanks dat het een grote munt is, zit een bedrijf achter. Zie je daar toch ook alweer bijvoorbeeld een pump en dump het afgelopen jaar nog gebeuren? Een pump en dump? Pump en dump. Het houdt in de eerste instantie wordt een munt enorm opgepompt, opgehyped. Dus die waarde die knalt omhoog. Waardoor jij ook rijker wordt en denkt, hey, precies, ik heb meer cent op mijn rekening staan. Mensen die er als eerste bij waren, die verkopen op dat moment aan de mensen die later instappen. En dat kan zorgen dat het weer heel snel inzakt. Dus die verliezen ook gewoon heel snel hun geld weer? Dat kan best, ja. Dus het is eigenlijk gewoon echt wel nog een beetje gokken. Ja, af en toe neemt dat facet wel de overhand. Ja. Zelfs bij een legitiem product. Ik snap ook wel dat als ik hier nu met jou zit en wij proberen dit uit te leggen, wat bijna schier onmogelijk is, dan raken een hoop mensen in de war. Het is allemaal zo volatiel natuurlijk als de pest. En net ook gezien, die lijst is bijna eindeloos. Ja. En er komt dus ook zoveel bij. Lees je altijd in, zorg dat je een beetje weet waar je mee te maken hebt. Maar ook dan laat je ook niet verleiden door mooie praatjes. Want dat is natuurlijk dat is natuurlijk waar de altcoin ook een beetje onbekend staat, is veel geld verdienen. Ja. Treden. Ja. En dat, het treden aan zich is natuurlijk niks mis mee. Dat kan een hele mooie manier zijn om bijvoorbeeld een extra inkomen uit te halen of wat dan ook. Het gaat er natuurlijk een beetje om in de vorm waarin dat gebeurt. Gebeurt het op een eerlijke manier bijvoorbeeld? En dat is niet altijd het geval. Met aandelen treed je echt met aandelen in bestaande bedrijven. Ja. En met altcoins treed je eigenlijk in bedrijven met hele mooie ideeën. Ja, je treedt misschien wel vooral in een idee in de eerste instantie, dat klopt. Ja. Vaak die nieuwe projecten hebben nog helemaal geen product. Die hebben vooral een roadmap van dit willen we gaan doen en wanneer ze dat ongeveer klaar willen hebben. En op basis daarvan zul je dan je beslissing moeten maken van, ja, kan ik hier iets mee? Gaat dit iets worden, ja of nee? Hoeveel van deze partijen hebben echt al een fysiek product waar je direct in kan, ja, je kan in alles investeren, maar waarvan je denkt, in dat fysieke product, daar investeer ik in, want ik geloof daarin. Ja, dat is een goede vraag. Maar wat bedoel je precies met een fysiek product? Hoe ver gewoon, wat is echt, ook in welke van deze coins is een echt werkbaar product? In
Nou, wat zal ik zo even een greep doen? Ik denk dat je, als je gaat kijken naar een stuk of 100 die echt iets te bieden hebben, ja. Op dit moment, dat meer is dan alleen het idee, dat je misschien aan zo'n aantal moet denken. Wauw. En er staan er 15.000 online, hè? Ja. Als ik hier dan zo op die BTC Direct site kijk, dan krijg ik toch het gevoel, als ik naar die altcoins kijk, dat het gewoon nu nog puur om geld verdienen gaat, toch? Keiharde cash. In veel gevallen is dat nu nog wel zo. Maar ja. Het is dus bij een aantal van die betere projecten wel de bedoeling om echt iets te gaan toevoegen. En op termijn zou dat de wereld misschien wel kunnen verbeteren. Dat hoeft ook niet in alle projecten natuurlijk, maar het werkt wel ergens naartoe. Dus eigenlijk wat je zegt is heel simpel. Het is nu nog echt handelen, geld verdienen. Maar je investeert in de toekomst, in eventuele start-ups, wat best wel makkelijk gaat op deze manier, die jouw leven makkelijker kunnen maken. Dat kan zijn van de middleman bij je hypotheek ertussen uit te halen tot het verifiëren van kleding. Maar het is wel iets wat met oog op de toekomst echt zou kunnen gaan gebeuren. Ik denk dat we gewoon nog even door moeten gaan zoeken, want ik wil wel weten waarom ik zou investeren. Welke projecten ik dan zelf interessant vind, daar hebben we net een beetje over gehad. Hoe denkt de rest van de wereld erover? Dat is wel een hele interessante. Daar zou ik zelf kunnen daytraden. Ik weet niet of ik het wil. Ik weet niet of de stress aan kan, maar we gaan er allemaal achter komen in deze serie. Ja, geef het maar toe. Jij hebt nu ook meer interesse in Cryptoland. En mocht je daar nou je eerste stappen in willen ondernemen, download dan snel de Blocks app. Meld je aan en gebruik de code Day1Crypto en krijg je eerste 10 euro van ons helemaal gratis. Dan kan je een beetje op onderzoek uit zonder enig gevaar. En kan je proberen wat van je geld te maken. Let wel, het investeren in altcoins bevat genoeg risico's. Dus zelf onderzoek doen is de key. En uiteraard niet vergeten, alles in deze video mag niet gezien worden als investeringsadvies. Sorry dat ik deze video even onderbreek, maar krijg jij nu nog steeds geen genoeg van deze financiële content? Abonneer dan snel op ons gloednieuwe YouTube-kanaal, What the Finance. Dit kanaal staat volledig in het teken van crypto, investeren, edelmetalen, NFT's en natuurlijk nog veel meer. Zorg dat je abonneert en dan zie ik jullie snel. Volgende week duiken we dieper in de wereld van altcoins. We spreken bekende YouTubers zoals Harm en Kwebbelkop over hun ervaringen met het gebruik en investeren in altcoins. En ja, ik ga zelf ook een beetje proberen te traden. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot volgende week.